De Efteling mag uitbreiden ondanks het verzet van omwonenden. Na vier jaar nadenken zijn de uitbreidingsplannen van het pretpark gisteravond goedgekeurd door de gemeenteraad van Loon op Zand. Voor de Efteling is het natuurlijk geen kleinigheid. Ja, en dan gaan de belangen van de inwoners en de belangen van de Efteling Komen dan op tafel. En ik vind dat er een goed debat heeft plaatsgevonden. En ja, als we naar het eindresultaat kijken, het bestemmingsplan is er. En we gaan de komende periode gewoon hard aan het werk om het waar te maken. De uitbreiding betekent dat de Efteling kan doorgroeien van 5 naar 7 miljoen bezoekers per jaar. Omwonenden vrezen voor grote verkeersproblemen. Ook Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel is teleurgesteld over het besluit van de raad. Toch is er unaniem besloten. Ze kunnen ook niet anders. Grote speler. Efteling. Afgesproken is wel dat de Efteling opdraait voor alle kosten die gemaakt gaan worden om de infrastructuur rond het park te verbeteren.